Hey beautiful ladies, dankjewel dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Enterprise Me TV. Een tijdje geleden heb ik een food diary in Londen voor jullie gefilmd. En toen vroeg ik ook of jullie het leuk zouden vinden om te zien wat ik meeneem als ik ga vliegen. Dat ik zelf eten meeneem heeft drie oorzaken. De eerste reden, wat ik vroeger niet wist en waarvan ik zie dat veel mensen dat nu ook nog niet weten, is dat het heel normaal is dat je om de anderhalf uur, twee uur honger krijgt. En dat betekent dat zelfs als je bijvoorbeeld een uurtje naar Londen gaat vliegen, je bijvoorbeeld een uur of twee uur van tevoren op Schiphol bent, dat uurtje naar Londen vliegen hebt en daar ook nog eens naar je bestemming moet zien te komen. Nou, bij elkaar kan je zo'n 3 tot 4 uur toch onderweg zijn. Wat betekent dat je sowieso honger gaat krijgen. En dat willen we over het algemeen niet. De tweede reden is dat ik vliegtuig eten over het algemeen niet zo lekker vind. Ik ben daar denk ik niet de enige in. De derde reden, en dat is denk ik wel vanzelfsprekend, maar in principe is het niet mijn belangrijkste reden hoor. Als we gewoon sneller met het eten zouden zijn in het vliegtuig, zou ik het misschien niet doen. Maar ik eet over het algemeen het liefste clean. Dus ik heb zoiets van, weet je, ik neem gewoon mijn eigen eten mee. En mocht je dat nou zelf ook willen doen, zie je nu hoe je dat precies aanpakt. Wat ik heb gedaan voor mijn vlucht naar Indonesië is eigenlijk gewoon alles uitgeschreven. Op aanraden van jullie heb ik mijn eetschema al aangepast, omdat ik wil voorkomen dat ik een jetlag krijg. Dus ik ga direct al eten op de tijden van Indonesië. Nou, als ik deze planning afga, dan moet ik dus een avondmaaltijd meenemen, een snack voor 's avonds, een ontbijt voor 's ochtends, een snack na het ontbijt en een lunch vlak voordat ik in Indonesië uitstap. En wat ik zelf ook altijd doe, ik neem standaard extra snacks mee. Want voor hetzelfde geld heb je wel honger tussendoor. En dan moet je ook gewoon eten. Bij het meenemen van eten in een vliegtuig moet je rekening houden met de volgende twee dingen. 1. Het moet goed houdbaar zijn buiten de koelkast. En 2. Het moet iets zijn wat je eventueel ook koud zou kunnen eten. In het vliegtuig willen ze soms wel eens je maaltijd opwarmen. Maar vaak ook niet. En dan is het wel zo fijn als je je maaltijd ook koud kan eten. En dat die net zo lekker is. Als derde bedenk ik menu dat je maaltijd absoluut niet vloeibaar of papperig mag zijn, want je mag geen vloeistof het vliegtuig mee innemen. Nou, met deze criteria in het achterhoofd ga ik dan mijn lijstje langs. Nou, wat vind ik lekker als ontbijt? Bananenpannenkoeken zijn ook super makkelijk mee te nemen, blijven goed buiten de koelkast. De bananenpannenkoeken zijn super snel gemaakt. Je prakt gewoon een banaan of, zoals ik hier doe, je breekt hem in stukjes, stopt hem in een blender, 3 eieren erbij. Over het algemeen is het recept 2 eieren, maar ik doe 3 eieren. Dit blend je even, bakken in de koekenpan en klaar is je makkelijk mee te nemen ontbijt. Snack in de avond moet iets zijn waarmee ik goed zou kunnen slapen, maar wel iets waarmee ik lang vol blijf zitten. Een gepofte zoete aardappel is daarvoor een goede optie. De gepofte zoete aardappel is een trick die ik van Masha heb geleerd. Was een zoete aardappel, prik daar wat gaatjes in en zet hem in de magnetron voor 3 minuten op de hoogste stand. Vervolgens draai je hem om en zet je de magnetron weer voor 3 minuten aan. Je blijft de aardappel net zo lang omdraaien totdat hij helemaal zacht is van binnen. Vervolgens stop je hem ook in een Ziploc baggie en kan hij mee in je voedselvoorraad voor in het vliegtuig. Een avondmaaltijd, daarvoor wil ik wel echt gewoon een gekookte goede maaltijd die je fatsoenlijk vult. En jullie kennen me iets langer dan vandaag. Als je dan toch een avondmaaltijd kookt, maak dan gewoon iets meer en neem de helft daarvan mee als lunch voor de volgende dag. Voor de avondmaaltijd en de lunch kies ik ervoor om zilvervriesrijst mee te nemen met een curry van aubergine en kikkererwten en pompoen daarnaast. Het recept hiervoor heb ik apart opgenomen en komt volgende week online, omdat deze video anders te lang zou worden. Dan heb ik nog 1 snack die ik moet invullen en dat is de snack na het ontbijt. Dat is de ochtendsnack. Dat mag best een lichte snack zijn, zoals bijvoorbeeld een appel of banaan, maar ik moet iets van proteïne daarbij hebben om het goed vullend te maken. En meestal kies ik dan voor geroosterde kikkererwten. Dat is ook heel makkelijk mee te nemen en kan je af en toe tussendoor ook gewoon een handje van nemen. Als extra snacks kies ik vaak voor rijstwafels. Nou, daar kan je ook echt prima een paar van eten en dan goed vol van zitten. Zonnebloempitten, als je echt op iets wil knagen, dan is dat een top oplossing. En tenslotte neem ik altijd 1 extra banaan of iets dergelijks mee. Die vullen gewoon goed en kan je makkelijk eten en makkelijk meenemen. En dan heb ik het volgende bij me wanneer ik ga vliegen. De avondmaaltijd, het ontbijt wanneer ik in Kuala Lumpur aankom en de lunch vlak voordat ik in Indonesië land. Daartussendoor eet ik een gepofte zoete aardappel na mijn avondmaaltijd. En een lichte snack 2 uur na het ontbijt. En naast deze hele voedselvoorraad neem ik ook rijstwafels, zonnebloempitten en mandarijntjes mee als extra snack. Dit alles neem ik gewoon mee in een plastic zak. Bij elke luchtvaartmaatschappij mag je gewoon eten mee aan boord nemen. Zelfs bij EasyJet die moeilijk doen over kleine handtasjes. Ik hoop dat deze video nuttig voor jullie is. Als dat zo is, steek dan alsjeblieft een duimpje op. Ben je geabonneerd? Dan zie ik jou volgende week. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan nu, want dan zie ik jou ook volgende week. Het is wel zo gezellig. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week.